Hello guys, my name is Mario Bezet and welcome by EVE Online. EVE Online is een MMORPG game, dus zeg maar, nou als je nog niet weet, ik laat een linkje achter in de descriptie naar de website van EVE Online. Je kan er alle informatie vinden, plus je kan er 14 dagen gratis proberen. En als je het langer wilt proberen, dan kun je mij een privé bericht sturen en zal ik je een extra 20 dagen geven door middel van een buddy methode. Ik vlieg hier een Tech 2 Village Caracal. Is duur. Ik hoop niet dat ik deze ga verliezen. Not ask. Ik kijk niet op de scanner, kijk of ik... Hey. Ah, goddammit. En dat was iemand uit mijn coöperatie. Ik heb een eigen coöperatie, het heet Myro Industry. Ik recruit jonge spelers, net nieuwe spelers. Die een uitdagingje willen hebben. Minen, PvE, later waarschijnlijk PvP. Assisting en Wardex, een andere korps. En uiteindelijk gewoon een relatie opbouwen met anderen. Maar wat meest... Oh, thank you. Maar wat ik over wil hebben is deze video, waar deze over gaat. Het is een beetje bijpraten. Over wat ik de laatste tijd mee bezig ben geweest. Want ik heb bijna video's geüpload. Wat zit er mee? Nou, ik ben de laatste 2 weken ben ik bezig geweest met EVE Online. Dus ik had geen zin om video's te uploaden. Dat zal veranderen. Ik denk dat ik wat EVE Online video's ga maken. PvE, mining, tutorials. Nou, tutorials. Ik vertel wat ik weet. En jullie kunnen... commentarie daar beneden achterlaten wat ik ben vergeten van de geadviseerde spelers daarachter. En dat zou heel leuk wezen, dat zou ook heel leuk worden, want dan kan ik doen wat ik leuk vind en wat ik dagelijks doe in EVE Online. Ik heb een alt, deed mij op zet 1 korra. Dat zou ik waarschijnlijk niet moeten vertellen, want I don't care. YOLO, toch? Dus mijn houder wordt later mijn tweede miner. Hij moet er ruim voor zorgen dat we op de duur gratis kunnen spelen. Plex. Kijk of deze site al niet gekleerd is. Hopelijk niet. Nee. Je loks maar. Hier lijkt mijn DPS. Het is 200 nog wat DPS. Dat kan beter, vind ik. Dit is een drone cluster. Kunnen jullie dan zien? Is drone cluster even een alarm? Dingen van die kringen. I don't even know. In ieder geval, ze spawnen net. Ze spawnen natuurlijk in de wereld van EVE. Je kan ze vinden. Je hebt ook Cosmic Signatures en dan kan je. Naar om 100% scannen met scanning probes. Maar je hebt ook gewoon zeg maar deze blood refugees. Oh, hier heb je een ice belt. Damn it. Ik kijk maar eens wat ik kreeg. Dit is natuurlijk huis zeg maar in Lozek. Heb je ook goede exploration sites waar je miljoenen mee kan verdienen. Ik spreek uit ervaring, want ik heb een keer een datasite gevonden in Lozek voordat ik ging stoppen met EVE en andere dingen ging doen, zoals mijn leven
en YouTube. Dat was bijna een jaar geleden. Je weet wel, mijn eerste Doom video was het meest bekeken video op mijn kanaal. En ik moest even controleren op mijn microfoon en stond anders stond ik voor de hele tijd voor niks te praten. Yay! Maar ja. Dat heb ik de laatste tijd zitten doen, dus ik zie ook dat deze raketten meer effectief zijn voor deze drones dan Sword Javelin. Ik kan ook een Drake en dan heb ik iets van 300 tot 400 dps met deze setting. Natuurlijk heb ik dan wel een betere fit. Het is een beetje bij elkaar geflunseld. Ik heb hier nog een extra slotje, maar CPU. Ik heb 4 keer Ballistic Control Systems 2. 1 Medium Shield Extender 2. 1 Shield Recharger 2. 1 Shield in Vulnerability Field 2. En 1 shield booster 2. En voor de launcher dus 4 keer Heavy Assault Missile Launcher Stick 2 met deze lading. Oh, Iceworks. Geen van hen hebben loot gedropt tot nu toe. Oh, hier zit een. Heb ik hem geliked? Blijkbaar. Dus ik kon dit deze soort site best goed tanken. Boom. De site is klaar. Ik boekmark de wrakken. En sinds er 28 locals zijn, pak ik zo even mijn mining bars. Pak even wat ice. En ja. Hoop je like. Ik hoop dat jullie deze video hebben geliked. Leuk vonden en geliked. Subscribe voor meer info online. Ik zie jullie de volgende keer. Tot dan. Kijk veilig. Doei.